Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Dank u wel. Goedemiddag, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Thomsen. Goedemiddag meneer Thomsen en welkom namens onze hele enquêtecommissie woningcorporaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties. En daarbij kijken we ook naar incidenten die daar plaatsvonden. En wij hopen te ontdekken wat er nou is gebeurd en hoe dat allemaal kon gebeuren en wie er voor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren wij ons als commissie op de casus Woonbron uit Rotterdam en het bekende schip. U wordt in dit kader gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. En u heeft ervoor gekozen om in dat kader de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u te gaan staan. Zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede, meneer Thomsen. Neemt u plaats. Ik verzoek u de microfoon aan te laten staan gedurende het hele verhoor. Vandaag gaan verschillende leden van onze commissie vragen aan u stellen. En ik geef hierbij het woord aan mijn collega Oskam. Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn dat u er bent, meneer Thomsen. Even ter introductie. We hebben vanochtend gesproken met de heer Kromwijk over het stoomschip Rotterdam. Hij was in die tijd directeur van Woonbron. U was in die tijd lid van de Raad van Commissarissen. U heeft daar 8 jaar in gezeten. En u bent bijna bij alle belangrijke beslismomenten, was u lid van die Raad van Commissarissen. Daarnaast bent u al meer dan 30 jaar hoogleraar woningverbetering bij de TU in Delft. En u staat bekend als een kenner van de wereld van de volkshuisvesting. En dat is een reden dat wij graag met u vandaag dit gesprek gaan voeren. Nou, we beginnen maar gelijk met de deur in huis. 30 maart 2005. Dan krijgt u als lid van de Raad van Commissarissen een e-mail van de heer Kromwijk. En daarin staat, beste Raad van Commissarissen, willen jullie instemmen met de aankoop van dat schip, stoomschip? En de inbreng van Woonbron zal beperkt blijven tot 6 miljoen. Nou, die mail die kan u zich vast nog wel herinneren. Zeker. Ja, en de vraag is, wat deed dat met u? Het zong al even rond. Dat dit zou kunnen gebeuren. Ik moet u zeggen, ik heb er uitgebreid over nagedacht. Want het kopen van een schip behoort niet echt tot de kerntaken van een woningcorporatie. Ik heb uiteindelijk toch besloten om mee te doen in mijn functie als lid van de Raad van Commissarissen, daar mijn akkoord aan te geven, omdat het niet zomaar het kopen van een schip was, maar dat het een belangrijke rol speelde in de aanpak van Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid is een gebied van Rotterdam wat al heel lang de nodige zorg vraagt. En er lag het Pact op Zuid, dat was een afspraak met alle betrokkenen daar, om Zuid
goed op de kaart te zetten, beter dan het op dat moment stond. En daar heb je, laat ik het zeggen, heb je beelden bij nodig. En dat schip paste heel goed in de aanpak. Het werd als een kanskaart werd gezien. Zo is het destijds ook, niet alleen door Woonbron, maar door alle betrokkenen, met name ook de gemeente, is het gecommuniceerd. Een duidelijke kanskaart en een visitekaartje. Het bedrag was aanvaardbaar en niet alleen dat het ging om een maximaal risico van 6 miljoen op een businessplan wat er toen lag van 25 miljoen. Woonbron zou daar maar een kwart van bijdragen. Een kwart zou door een andere commerciële partij gedaan worden, risicodragend, en de helft die zou van derde partijen komen. Die waren overigens op dat moment voor een belangrijk gedeelte al bekend. En Woonbron had dat geld? Woonbron had dat geld, ja. Ja. U zei net, het paste eigenlijk niet in de taken van een woningcorporatie. U heeft erover nagedacht, er is een gedachteproces op gang gekomen. En, nee, u heeft aangegeven hoe u dacht. Moeten wij het dan zien dat u het alsnog vond vallen in het takenpakket van de woningcorporatie? Of schurkt het er tegenaan? Het BBSH, besluit beheer sociale huursector, is duidelijk over wat het takenpakket van woningcorporaties is. Behalve het laatste onderdeel van het BBSH, wat het geeft allerlei zaken waar een woningcorporatie mee bezig is. En het laatste is, en al datgene wat daar overigens voor nodig is. Ja. Een vrij ruime formulering dus. En in die tijd was, ook gezien het beperkte investeringsrisico wat plaatsvond, was een dergelijke activiteit was acceptabel. Woonbron had meer, wat je nu branchevreemde activiteiten zou kunnen noemen. Woonbron had een hotel met dezelfde achtergrond, een commerciële functie die commercieel ook zou moeten draaien, waarbij het traject wonen, werken, leren voor, laten we zeggen, jeugd die niet zoveel kansen heeft en die niet zoveel kansen aangeboden krijgen, betrokken zou worden. En dat gebeurde niet alleen door Woonbron, dat gebeurde door diverse onderwijsinstellingen. En dat gebeurde ook, er was een draagvlak voor op Zuid. Het maakte niet voor niks uit, deel uit van het pact op Zuid. Ja. Dus alles overwegende, het is het kopen van een schip. Is net als een hotel en andere activiteiten zoals die in Hoogvliet bijvoorbeeld gedaan werden, is een wezensvreemde activiteit. Maar in deze context en binnen die criteria die gesteld werden, dat het dus de hoofd, driekwart, zou dus gefinancierd worden door externe commerciële partijen en Woonbron zou uitsluitend proportioneel naar de maatschappelijke taak, de volkshuisvestingstaak, deelnemen. Betaalden zij dan ook naar rato van die sociale component? Nee, de sociale component die zou dus alleen door Woonbron aangepakt worden. De andere, het is niet uitgesloten dat een van de partijen, de onderwijspartij, dat die dus ook vanuit de onderwijsdoelstelling daarin zou financieren. Okay. Even terug naar de procedure. Is het nou gebruikelijk dat er via een e-mail toestemming wordt gevraagd? In dit geval zou dat kunnen. Er is even discussie geweest of er überhaupt toestemming nodig was. Wij hadden tot een bedrag van 25 miljoen toestemming gegeven om vastgoed te verwerven, ja, en dergelijke. Mits dat in de vooraf door de Raad van Commissarissen gekende en geaccordeerde plan voor dat jaar zou staan. Ja. Dit schip zat daar niet in. Nee. En ik vind sowieso, als je branchevreemde activiteiten doet, dat je dus dat moet terugkoppelen. En dat is ook gebeurd. Ja. Maar het stond niet in het plan, maar u begon eigenlijk uw verhaal met van, ja, we wisten het eigenlijk al wel. Hè? Die mail die kwam niet helemaal uit de lucht vallen, er werd al over gesproken. Was dat dan in het wandelgangencircuit of was dat wel met de Raad van Commissarissen in totaliteit? Ik durf u dat niet precies meer te vertellen. Dat zijn van die dingen die rondzingen. Ja. Ik heb een vrij ruim netwerk
ook in het Rotterdamse. En het zou best mogelijk kunnen zijn dat het dus ook uit een andere hoek gekomen is. Maar dat durf ik hier niet meer te zeggen. Okay. Is de Raad van Commissarissen nog bij elkaar gekomen naar aanleiding van die mail? Of is het gewoon niet schriftelijk afgedaan? Die mail was dus een vraag van de voorzitter van, ja. Van het bestuur, de heer Kromwijk. Ja. Van wij zijn dat van plan. Wilt u, als u het daar niet mee eens bent, voor een bepaalde datum dus dat melden? En dat is dus niet gebeurd. En ja. Daarmee was dus, zeg maar, de accordering had plaatsgevonden. Er is okay. Daarna uiteraard, is dat in de Raad van Commissarissen aan de orde geweest. En toen? Nou, op zich merk ik niet zo gek veel van de stand van zaken. Hoe gaat het ermee? Nou, druk bezig enzovoorts. Het is pas... Maar geen weerstand of kritiek of... Nee. Geen aanleiding ook om te zeggen van ga maar... Ergens anders werken. Nee, dat zeg ik u. Het was niet alleen Woonbron was een voorloper op dat terrein. Woonbron deed meer activiteiten die, moet je nu in deze tijd zeggen, wat aanschuurde tegen dus de rand van wat je dus maatschappelijk binnen het belang van de volkshuisvesting ziet. En dit was met de hele achtergrond die erachter zat, was dat door ons acceptabel verklaard. Overigens, die investeringen die vonden... plaats, niet zomaar, maar met dit soort investeringen kan je een gebied beter op de kaart zetten, op de, ook op de woningmarkt. En mits dat heel goed en gericht gedaan wordt, verdient dat zichzelf terug. Dat vertaalt zichzelf in een stijging van de vastgoedprijs in het betreffende gebied. Dat heet in vakkringen heet dat waardecreatie. Ja. Hij heeft heel duidelijk uitgelegd waarom u uiteindelijk mee bent gegaan, hè? Dus dat is... Voor ons is dat verder duidelijk. Punt is even een beetje van, als zo'n directeur aan de slag gaat met allerlei partijen, praten over bedragen, eigenlijk al bijna ja heeft gezegd en dan via een mail aan de Raad van Commissarissen vraagt van nou, als je geen nee zegt, dan is het rond. He, daar kwam het ongeveer op nee. Kan zo'n Raad van Commissarissen dan eigenlijk nog wel nee zeggen? Jazeker. Ja? Ja, dat is geen enkel probleem geweest. Okay. Als er een van de, ik denk dat als er een van de leden van de Raad had gezegd nee... Dan was daar direct dus een was het in ieder geval uitgesteld tot een volgende vergadering van de Raad van Commissarissen, zonder meer. Oké. Nou, door het ministerie is dit gezien als een nevenactiviteit. En die moeten gemeld worden, niet alleen gemeld, er moet ook toestemming worden gevraagd aan het ministerie. En wat wij ervan weten is dat de heer Kromwijk gebeld heeft met mevrouw Bertram, de directeur-generaal die daarover ging. Die heeft weer contact gehad met de minister en toen is er mondeling toestemming verleend. Weet u dat? Ja. En wat vindt u daarvan? Het verbaasde mij buitengewoon. Het is overigens niet direct daarna gebeurd. Er heeft een enige periode tussen gezeten. Het verbaasde mij zeer, want ik had dat in de daaropvolgende vergadering van de Raad van Commissaris expliciet aan de orde gesteld. Ja. Ik had gewezen op artikel 11 van het besluit beheer sociale huursector... waarin staat wat de taken zijn en welke mogelijkheden er zijn tot deelnemingen en samenwerking met derden. En ik vond dat er daarna heel goed gekeken moet worden. Dus overigens, voor zover ik weet, is dat ook genotuleerd. Had u verwacht dat het ministerie groen licht zou geven? Ja en nee. Het was buitengewoon moeilijk in te schatten in die tijd hoe er met dit artikel van het BBSA omgesprongen werd. Ja. Er zat een marge die door mij ook niet meer in te schatten was. Het kon alle kanten op gaan. Ik heb jarenlang heb ik tegen studenten gezegd van je moet dit heel strikt opvatten, want anders is het hek van de dam. Ik heb ook in de publiciteit die daaraan vooraf ging in andere zaken heb ik gezegd dat woningcorporaties moeten oppassen. Om niet zeg maar, totaal het spoor bijster te raken op het gebied wat een woningcorporatie zou moeten doen. Dus u kunt zich voorstellen dat ik dus dat heel goed bedacht heb. Van Jeempie, ga ik dus nu ook meedoen aan een avontuur waarvan je moet afvragen of dat wel kan. Maar nogmaals, binnen dat businessplan wat er lag en dus de strikte conditie dat Woonbron voor 6 miljoen risico zou dragen, maar voor een kwart van de investering en... Het akkoord van het ministerie. Akkoord, ook voor mij. Ja. Voordat Woonbron dat schip kocht, zat er eigenlijk nog een hele voorgeschiedenis. We moeten eigenlijk wel terug in de tijd. Want de gemeente Rotterdam had eigenlijk wel
ja, ambitie om dat schip te kopen. In 1997 hebben ze niet gedaan, omdat het nou ja, te duur was en risicovol. En uiteindelijk in 2004 heeft de gemeente de woningcorporaties in de regio Rotterdam-Rijnmond aangeschreven. En zegt van nou, het zou toch heel mooi zijn als we daar wat mee konden. En uiteindelijk is Woonbron dan de enige geweest die daarop is ingegaan. De heer Kromwijk heeft het nog eens gezegd, niet meteen. Maar nadat het Albeda College zich ook meldde, dachten we nou, we hebben een mooie combi. Mijn vraag is eigenlijk, is dat stoomschip al eens eerder besproken in de Raad van Commissarissen? Dus voor 2005, voordat het werd aangekocht. Ik heb dat zelf nagezocht en ik heb daar zelf niets over kunnen vinden. Nee. Ook niet in mijn hoofd op enige wijze. Nee, niet in de Raad van Commissarissen en niet in een vergadering met het bestuur. Ja. Welke rol speelde de gemeente toen het werd aangekocht in 2005? Dat weet ik niet precies. Nee. Ik heb me daar niet mee bemoeid. Ik was als lid van de Raad van Commissarissen eentje die niet uit het Rotterdamse kwam. Nee. En dan krijg je een soort taakverdeling dat mensen die dus in Rotterdam wonen, die bemoeien zich meer met zeg maar, de lokale activiteiten dan de anderen. Ja, dus u weet niet van afspraken met de gemeente Rotterdam. Weet u misschien wel of Rotterdam nog een financiële bijdrage heeft geleverd aan de aankoop van het schip? Ja, dat heeft Rotterdam niet gedaan in directe zin. Er is wel over gepraat, ja. Dat is ook in een later stadium. Is expliciet is er gebedeld door Woonbron. Ja. En daar is toen ook expliciet op, als antwoord op gekomen. De raad heeft zeer nadrukkelijk uitgesproken geen cent in dat schip. Nee. En zo blijft het. Er is wel indirect zijn er substantiële bedragen door de gemeente Rotterdam toegeschoven. Ja, en de gemeente heeft later ook die parkeerrechten. Precies. aan 1 euro. Okay. Wat vindt u van de rol die gemeente heeft gespeeld? Want het komt op ons een beetje over dat die gemeente denkt, nou, leuk dat schip, hè, want die Rotterdammers worden er blij van. Maar we steken steken er geen cent in, zeg maar. En Woonbron die mag dat wel doen. Ja, daar denk je natuurlijk achteraf wel eens aan. Op het moment zelf niet. Ik had zelf het vertrouwen dat de gemeente Rotterdam er ook in zou investeren. Ik wist niet van dus die uitspraak van de gemeenteraad, geen cent. Als ik terugkijkend, dan denk ik dat het college van BMW uiteindelijk toch wel een hand heeft gereikt. Met datgene wat ze gedaan hebben. Ik bedoel, ten opzichte van het totale deficit is het natuurlijk een druppel op een hele kleine druppel op een vreselijk gloeiende plaat. Ja. Maar ze hebben wel het een en ander gedaan. Kijk even naar mijn collega Hartje. Ja. Meneer Thomsen, in het begin leek het alsof Woonbron samen met een commerciële partner dit avontuur aan zou gaan. Eurobalance, dat was die partner. Maar in maart 2006 is die partner afgehaakt. En Woonbron werd daarmee de enige investeerder in het stoomschip. Er is gezocht naar een andere commerciële investeringspartner, maar die is niet gevonden. En ik vroeg me af, hoe is hierover binnen de Raad van Commissarissen gesproken? Mijn reactie was direct en helder. Wij hebben ons vastgelegd op het handelen binnen het BBSH. Op grond van het businessplan wat wij hebben goedgekeurd, kan het niet anders dan dat er dus een commerciële investeerder moet zijn die bovendien de hoofdaandeelhouder in het geheel is. Dus ga aan het werk. Dus gaat het? Ga aan het werk, zorg daarvoor. Maar u zegt, het kan niet anders, er moet een commerciële partner zijn. Betekent dat daarmee dat het een belangrijke randvoorwaarde was? Ja. En betekent dat ook als hij er niet is, dat het project dan gewoon niet doorgaat? U zegt heel terecht een onderscheid tussen de aankoop van het schip. Zover was het op dat moment. Er waren nog geen verdere verplichtingen aangegaan. Kort nadat Eurobalance is opgestapt, moesten er wel besluiten genomen worden over wat er dus met dat schip zou gebeuren. Het was, zeg maar, in de staat waarin het was het een matig tot slecht schoongemaakt wat asbest betreft schip, wat buitengewoon roestig was en in een uitermate slechte staat. Ik heb als standpunt toen ingenomen, stop betekent ook geen besluiten over investeren. Mm-hmm.
Dus u zegt, doordat Eurobalance afhaakt als commerciële partner, heeft u binnen de Raad van Commissarissen gezegd, dan moet het project stoppen. Ja, dat kan niet verder. Het is vrij simpel. Was u daar de enige de rand... in? Daar was ik toch de enige in, bleek, ja. De rest van de Raad van Commissarissen was van mening, ondanks het afhaken van een commerciële partner, moet Woonbron doorgaan met dit project. Ja, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Dat is de eerste keer dat het stevig over binnen de Raad ook gesproken is. Waarom was u de enige die daar tegen was? Waarom was de rest van de Raad van Commissarissen niet zo... hechtte die niet zo Het was niet zwart-wit in de Raad. Ik was de enige die gewoon heel strak zei, dit kan niet. De rest van de Raad was in meer of mindere mate van mening dat je dus niet zomaar dat schip, dat roestige schip kon laten liggen. Dat je als eigenaar er toch wat aan moest doen. Mm-hmm. En dat je dus ook kapitaalsvernietiging moest voorkomen. Uiteindelijk, na behoorlijk wat discussie, heb ik me toen neergelegd bij de mening van de meerderheid van de Raad. Die het bestuur het voordeel van de twijfel gaf. Er is ook expliciet, voor zover ik me dat kan herinneren, is niet genotuleerd hoor. Als ik nu de notulen teruglees, dan staat daar ontzettend weinig in. Ja. Er worden ook geen namen genoemd. Maar er is toen gezegd van André, we zijn het in beginsel wel met je eens. Maar is dat nou een reden om de zaak dus al in dit stadium volledig te stoppen? En u zei net, de meerderheid van de Raad, u was de enige die dus zo kritisch was, die eigenlijk zei van dit kan niet. En de rest was dus van mening om wel door te gaan. Ja, en uiteindelijk ben ik daarmee akkoord gegaan. Maar waarom was de rest van mening dat het door kon gaan? Omdat zij, binnen de omstandigheden die er toen waren, het verantwoord vond om het te doen. De Raad van Bestuur, met name de heer Kromwijk, was heel zeker over andere participanten waarmee gesproken werden. Dat bleek later TCN te zijn en ook de Bank van de Nederlandse Gemeente, de BNG. Mm-hmm. Er zijn nog wat andere namen langsgekomen. Die was heel zeker van ja, kijk, die willen graag meedoen. Dus u zegt eigenlijk dat de Raad van Commissarissen vaarde op de zekerheid waarmee de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Kromwijk, ja, overtuigde dat commerciële partners afgehaakt, maar er komt een andere. Ja. En daar heeft de rest van de Raad van Commissarissen genoegen meegenomen. U stribbelde wel tegen, maar ook u heeft toen gezegd, we vertrouwen daarop. Ook ik heb ze het voordeel van de twijfel gegeven, ja. Die twijfel die er op dat moment ook nog niet eens zozeer was. U moet zich voorstellen, wat is de investeringsbedrag waar het over ging? Dat was slechts een fractie van de investeringen die bijvoorbeeld in Hoogvliet gedaan werden. Ja. Het totale investeringsbedrag wat er per jaar uitging, dat was dus zo vele malen hoger. Het ging toen nog ook om die 6 miljoen, hè? Ja. Uit het businessplan. Jazeker. Okay. Er was aan dus de condities, was er dus niets gewijzigd, ook het businessplan niet. Okay. Dus dat woog natuurlijk ook mee. Ja. Uiteindelijk is er in juli 2006 nog steeds geen zicht op een nieuwe commerciële partner. Toen is er vanuit de Raad van Commissarissen besloten om een second opinion te laten opmaken ten aanzien van het project. Wie heeft er uiteindelijk opdracht gegeven vanuit de Raad van Commissarissen voor dit onderzoek? Weet u dat nog? Ik zou het niet kunnen zeggen. De verhouding met het bestuur was dat als wij zeiden dat er opdracht gegeven moet worden, dat gedaan werd, al of niet expliciet namens ons, maar het bestuur zorgde ervoor. Het bestuur zorgde daarvoor. Dus eigenlijk de Raad van Bestuur van Woonbron was de opdrachtgever voor dat second opinion. Ja. Wat vond u van dat rapport? Ja, het is lastig om dat nu te zeggen. Met de kennis van nu kan je in dat rapport dus al aanwijzingen vinden dat het niet goed zou gaan. Welke aanwijzingen? We hebben het nu over de second opinion. In 2006, juli 2006. Die door... Door een strategische afdeling van Deloitte is gemaakt. Ja, precies. Als je het achteraf bekijkt, dan werd er toen ook gesproken over risico's. Die achteraf ook hele serieuze risico's bleken. Maar die naar onze mening door het bestuur in voldoende mate beargumenteerd werden. Dus je zegt dat rapport... Dat wees wel op risico's, maar u stoelde nog steeds op het antwoord wat er van de Raad van Bestuur hierop kwam. Moet ik dat zo vertalen? Ja.
er is dus toen door de commissarissen, maar dat was elke keer als dus het schip aan de orde was, ze hebben elke keer gezegd, pas op, heel erg voorzichtig, zijn jullie wel in controle, gaat het allemaal wel goed, ja. In verschillende gradaties. En dat is daar ook mee het geval geweest. En hoe ging dat dan in zijn werk? U stelde dan samen met uw collega's en de Raad van Commissarissen kritische vragen met dat second opinion in de hand. En wat deed de Raad van Bestuur dan vervolgens? Die beantwoordde dat. En kennelijk zo goed. Ter plekke en voor zover het nodig was, werd er dus naderhand schriftelijke antwoorden gegeven. Okay. Ik heb een chronologie voor mezelf gemaakt. Mijn geheugen is niet meer datgene wat het ooit geweest is. Maar het komt er wel op neer dat eerste rapport in juli 2006, Second Opinion, ook met het gesprek met de Raad van Bestuur, aan de hand van dat rapport is de Raad van Commissarissen gerustgesteld en is dat project blijven steunen. Kan ik u zo goed volgen? Dat is juist. Dus er was geen twijfel meer bij de Raad van Commissarissen? Jawel, er was twijfel. Dit is zelfs door een van de leden, zo zie ik hier, is dat ook genoemd. Een van de leden van de Raad van Commissarissen die expliciet twijfel heeft uitgesproken. De hele raad was kritisch. Ik zie hier zelfs dat er dus geschorst is. Kunt u dat toelichten, geschorst? Dus er was nou, een discussie. Dan hadden wij de behoefte om als raad eventjes, ofwel het bestuur, ofwel de Raad van Commissarissen had de behoefte om eventjes onderling te praten. Mm-hmm. Van gedachten te wisselen. En zat daar vanuit de Raad van Bestuur, het voltallige Raad van Bestuur of alleen de heer Kromwijk? Nee, wij vergaderden vrijwel altijd met de voltallige Raad van Bestuur. Voltallige Raad van Bestuur, okay. En is dat, na de schorsing begrijp ik, is uiteindelijk de Raad van Commissarissen heeft groen licht gegeven, het project kan door? Er is zeer kritisch op gereageerd. We hebben het dan over zes... Later nog, in een later stadium, is dat rapport van Deloitte aan de orde geweest. Dat is op 6 september 2006 gebeurd. Okay. Toen heeft de Raad van Bestuur een memo over de stand van zaken gegeven, waarin dus ook gereageerd werd op het rapport van Deloitte. En Deloitte was op de risico's die er gelopen werden dus zeer kritisch. Was dat niet het moment dat het voor de Raad van Commissarissen eigenlijk geen weg meer terug was met dit project? Heeft u dat zo ervaren? Nee. Dat was in dat stadium nog niet. Nee. Oké. Dan ga ik met u verder, want dan zijn we aanbeland. Wij hebben wel, nee, sterker nog, wij hebben er toen, want ik kijk dus op, er heeft dus een verslag van de RVC plaatsgevonden op 14 september 2006. Ja. En toen is er dus zelfs gezegd van wij willen een exit-strategie. De raad was zeer kritisch en vond eigenlijk dat we nu hard ook aan die exit-strategie zouden moeten werken. En dat was voor de heer Kromwijk, heb ik hier genoteerd, niet acceptabel. Maar vanochtend heeft hij gezegd dat op een wat omkledende manier heeft hij gezegd dat hij dus bereid was om zijn functie ter beschikking te stellen. Ja. Dat is een van de eerste keren dat gebeurd is. Maar de Raad van Commissarissen vroeg om een exit-strategie. Ja. Daarmee bedoelt u, de Raad van Bestuur kan door, maar tegelijkertijd moet u ons vertellen hoe we er ooit weer uit kunnen stappen? Ja. Is dat niet een beetje gek? Of je geeft groen licht? Of... In de vergadering waar ik, dat is op 8 juni gebeurd, 2006, toen is de exit van TCN onder andere aan de gekomen. Dat was de tweede benaderde commerciële partij. Ja. En toen heb ik ook gezegd van, je kan zo niet doorgaan. Toen begon ook duidelijk te worden dat Womeron in zijn eentje verder wilde doorgaan. En toen heb ik gezegd, dat kan niet. Want je bent nu in het stadium waar je met een programma van eisen bezig bent. En hoe kan je een programma van eisen opstellen voor commerciële functies, terwijl dus die commerciële deelnemer daarin niet aanwezig is? Oké. Okay. Mag ik met u terug naar het moment waarin u aangeeft dat de Raad van Commissarissen om een exit-strategie vraagt? U zei ook dat de heer Kromwijk als bestuurder dat niet wilde.
Hoe moet ik dat dan interpreteren? Die heeft gezegd van, want u linkte ook naar dat vanochtend dat hij ook zijn functie bij wijze van spreken ter beschikking stelde. Ja, moet ik dat vertalen, ik zeg het maar zo direct als het is, als een soort dreigement? Als u als Raad van Commissaris een exitstrategie wilt, dan kan ik net zo goed opstappen. Is dat een beetje de sfeer waarop het plaatsvond? Om het heel nuchter te zeggen, geeft zo'n mededeling de situatie dat aan de orde is. Of je verder wil met of zonder voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat lag voor omdat de Raad van Commissarissen om een exitstrategie vroeg voor het project. Ja, dat vond de Kromwijk vond dat op dat moment, zegt hij, vond hij toch een bewijs van gebrek aan vertrouwen. Wat deed dat met de Raad van Commissarissen? We hebben daar uitgebreid over gesproken. Mijn standpunt was, lopende heren moet je niet tegenhouden. Ik hou niet van dat soort argumenten. Er waren anderen in de Raad van Commissarissen die vonden dat je toch daar wel degelijk rekening mee moet houden. Want de schade van het vertrek van een voorzitter zou groter kunnen zijn voor de onderneming, voor de instelling, dan de schade die toen nog viel in te schatten, als het met dat schip niet goed zou gaan. Dus de Raad van Commissarissen besloot in dat geval... Er is meegegaan, ja. ...mee te gaan, geen exitstrategie, we volgen de Er is wel degelijk, want dat is we hebben toen gezegd, we willen wel een exitstrategie. En toen heeft Kromwijk gezegd, akkoord, en toen is er ook een exitstrategie gekomen. Oh, die is er wel gekomen? Jazeker. Mag ik met u door naar begin 2007? Dan gaan we weer iets verder in de tijd. Want daar, dat is het moment waarin het investeringsplafond verder opgehoogd wordt naar 100 miljoen. Ja. Tegelijkertijd wordt er aangegeven dat er de ruimte in het schip, dat dat groter wordt, die oppervlakte die gerenoveerd wordt. Wat vond de Raad van Commissarissen hiervan? Ook dat is weer een moment geweest waar we dus buitengewoon intensief gesproken hebben. Wederom een discussie binnen de Raad van Commissarissen. Ja, ik vond toen dat het over de grens heen ging. Nog steeds praten we over het niet aanwezig zijn van een commerciële partij die de zaak dus de meerderheidsaandeel houden. Mm-hmm. Er is toen wel gesproken over dat de aandeel van Woonbron maximaal 40 miljoen zou zijn, dat wil zeggen 40%. Er is toen ook door de Raad een deadline gesteld voor het uitzetten van dus de resterende 60%, 60 miljoen. Dat zou uiterlijk begin van de exploitatie moeten zijn. Dan kan je achteraf discussiëren wat het begin van de exploitatie was. Maar zo is het in ieder geval vastgelegd. Maar u geeft aan, dit is dan het tweede punt wat binnen de, niet het tweede, misschien wel het derde punt, wat binnen de Raad van Commissarissen tot discussie leiden. Wat is daar vervolgens mee gedaan? Of is het weer bij een discussie gebleven? Wij hebben toen afgesproken dat er een op hele korte termijn een nieuwe vergadering zou volgen. Dat was wel usance binnen de Raad. Dat als er dit soort zaken waren, dat we snel dus een vervolg hadden, een extra vergadering van de Raad van Commissarissen. Ja, en u heeft ook als Raad van Commissarissen besloten om een Deloitte weer een onderzoek te laten doen naar het project. Klopt dat? Dat is in november 2007. Ja, een risicoanalyse en een uitgewerkte exitstrategie is toen aan nodig gesteld. En het was een zeer kritisch rapport wat daaruit voortkwam. Ja. Wat heeft de Raad van Commissarissen met dat rapport gedaan? Zeer intensief besproken. Daaruit bleek dat de hele projectorganisatie trouwens niet in controle was. Nee. Daar bleek dat het, met die woorden is het dus ook gezegd, dat het dus met de projectorganisatie een beetje een zootje was. Is toen ook de positie van de heer Kromwijk ter discussie gesteld? Dat kom ik in de stukken niet tegen en in mijn geheugen ook niet. Omdat de Raad van Bestuur dat direct dus tot zijn verantwoordelijkheid heeft gerekend en ook gezegd, ja, dat kan niet. Dus er moeten ogenblikkelijk maatregelen genomen worden. Dat kan ik niet volgen. Wat kan er niet? Dat die projectorganisatie niet op orde was. Dat die totaal niet in controle was.
Ja, maar mijn vraag is, als Raad van Commissarissen vraag je me dat onderzoek. Dat is een zeer kritisch rapport, ook over projectorganisatie. En heeft toen de Raad van Commissarissen de positie van de voorzitter van de Raad van Bestuur ter discussie gesteld? Nee. Waarom niet? Dat was al een keer gebeurd. En alle kritiekpunten werden door het bestuur beantwoord. Het is niet zo. Dat was afdoende. En de beantwoording die gegeven is, die is na uitgebreid overleg inderdaad, is dat als acceptabel is dus gegeven. Okay. Het was echt, er is een memo van het bestuur met ook een nieuwe investeringsbegroting. Dus, dat heb ik hier staan op 1 mei 2007. Okay. Vervolgens is naar aanleiding van dat rapport ook voor gekozen om de heer Johan Overdevest projectleider te maken van het project, de andere lid van de Raad van Bestuur. Dat is, voor zover ik kan nagaan, iets later gebeurd. Dat is iets later gebeurd. Ja. Maar kunt u door de Raad van Commissarissen zijn bij die gelegenheid dus ook harde criteria gesteld. Hè? Er is gezegd 92 miljoen en dus geen cent meer. Mm-hmm. En er moet nu dus als een sodemieter, moet er dus opnieuw, de zoveelste keer, moet die commerciële partij moeten bijkomen. We willen ook weer de exit-strategie dus opnieuw op tafel. En naar aanleiding daar, en er moest een taxatie plaatsvinden. Er is een taxatie van Ooms gemaakt, die sloot op 105 miljoen. En dat was dus mede een argument om te zeggen van nou, daar zit dus in ieder geval een papieren zekerheid in het geheel. Ja, papieren zekerheid, u zegt het zelf. Wat vond u van dat taxatierapport? Wat zegt dat het 200 miljoen zou opbrengen, zo'n schip? Ik ben geen deskundige op het gebied van taxatie. Nou, op zichzelf vastgoedtaxatie weet ik wel het nodige van. Maar scheepstaxatie dus echt een vak apart, dus ik heb dat voor kennisgeving aan moeten nemen. Maar u twijfelde wel, begrijp ik uit uw... Ja, ik bedoel, ik weet niet of u dat rapportje gezien heeft, de één papiertje zonder verdere argumenten van vingers in de lucht, daar komen we op uit. Was u de enige die daar vraagtekens bij zette? Nou, wij hadden allemaal wel een oncomfortabel gevoel in de Raad van Commissarissen. Met gevolg dat we ook de zaak in feite on hold hebben gezet. Hè? Hoe? Gezegd 96 miljoen. Verder dus geen enkele aanvullende investering. Ook geen opdrachten. Verder. We hebben de zaak dus stilgelegd. Eerst moet de handel op orde. En we gaan nu er heel nauw bovenop zitten. Door de heer Kromwijk, zie ik hier staan, is toen gemeld op die 1 mei 2007 dat er belangstelling uit Macao zou zijn. En dat was een extra, ja, toen de achtergrond van die belangstelling gegeven werd, ik ga hier niet in details, is er wel wat gegrijnsd. Waarom werd er gegrijnsd? Wat wilt u daarmee zeggen? Dat heeft te maken met de bestemming die het in Macao zou krijgen. Maar dat is dus ook iets waar de heer Kromwijk mee kwam, toen u als Raad van Commissarissen eigenlijk weer rechtop ging zitten en zeggen van er is een extra, zeg maar, er is wel degelijk belangstelling, dus niet alleen dat van Ooms enzovoort. En dat accepteerde de Raad van Commissarissen als geruststelling? Wij accepteerden op dat moment helemaal niets. We hebben dus in feite de zaak dus on hold gezet. Maar op welke manier heeft de Raad van Commissarissen de zaak on hold gezet? Nou, dat is zeggen, geen verdere, een absolute... bevriezing op 92 miljoen. Geen verdere opdrachten. Uitsluitend datgene wat vervolgschade kan voorkomen. En het bedrag van die 92 heeft toen vervolgens als dus een klem gefunctioneerd. En ook daarvan is weer uitgebreid, dus het bestuur bekeken of dat wel aanvaardbaar was op dat moment. Ik kijk heel even naar mijn collega Oskam voor aanvulling. Ja, ik heb nog even wat korte vragen. Toch nog even terug naar die exit-strategie, hè? Want Kromwijk zei van als het niet doorgaat, dan stap ik op. Maakte dat dreigen met opstappen nou indruk? U was er niet gevoelig voor, maar de anderen maakten dat indruk? Jawel. Ja? Jawel.
Wat zegt dat over Kromwijk? Als het op tafel gebracht was, met het mes op tafel, mijn zin erdoor en anders ik eruit, dan was het heel anders gelegen. Het is een gedreven, buitengewoon aimabele man, die zeker ook bij dit project dus met hart en ziel erbij betrokken was. Dus als hij zoals hij vanochtend zei, dat hij het bedoeld had als van misschien moet het maar verder zonder mij, dan ben ik geneigd om dat nog te geloven ook. Dus ook dat was weer niet een kwestie van het mes op tafel. Maar jullie wilden hem niet kwijt? Ik was bereid, en dat had ik ook al veel eerder gezegd, om dat risico te dragen. Ik had dan wel eens willen zien of het inderdaad dus tot gevolg had gehad dat we zonder voorzitter van de Raad van Bestuur zouden zitten. En zelfs als dat het geval was geweest. We hadden een driehoofdig bestuur, dus ook dat risico vond ik wel acceptabel. Ja, want als ik nou kijk, hè, dat is een beetje een tussentijdse conclusie, naar de interactie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Hè, dan zegt de bestuurder, hoor ik vanochtend zeggen, van nou ja, stoppen was geen optie, want dat was duurder en dat was verliesgevend geweest. En daarom ga ik door. Ik hoor u zeggen, ja, de Raad van Commissarissen overwoog het ontslaan van de bestuurder. Dat is eigenlijk nadeliger dan doorgaan met Kromwijk. En dan kom je toch tot een soort combinatie die elkaar versterkt. Dat jullie zeggen, nou ja, we gaan met hem door. En hij zegt, en ik ga ook door. Wij hebben klip en klaar die exit-strategie boven water gehaald. Dat werd, intern werd dat het doorvaartscenario genoemd. Dat wil zeggen, er werd het minimale wat er aan het schip gebeuren. Dat betekent asbestvrij, asbestvrij verklaring, want anders dus is iets niet verkoopbaar. En zorgen dat het dus in een minimale staat zou zijn waarin je het kan verkopen. En dan had hij vanuit Wilhelmshaven had hij dus door kunnen varen. Niet naar Rotterdam, maar waar dan ook. Ja. En wij hebben er elke keer op gedrukt dat die exit-strategie, dus dat doorvaarscenario, dat het dus heel serieus mee zou spelen. Ja. Maar mijn conclusie dat het feit dat jullie hem hebben gehandhaafd, had wel tot gevolg dat hij ook doorging met het project. Ja, dat was all in the game. Ja. Even nog, ik herinner me dat Kromwijk vanochtend heeft gezegd van dat er drie momenten waren waarop werd gesproken, ook wel met de Raad van Commissarissen, over go, no go. En het middelste moment, dat was de winter van 2007-2008, dat was het moment dat de renovatiekosten boven de 100 miljoen zouden komen. En daarvan zei Kromwijk, toen hadden we eigenlijk voor het eerst door dat het misschien helemaal niet zo'n rendabele investering was die zich zou terugverdienen. En de Brinkgroep heeft er ook naar gekeken. Die zeiden, ja, het is ronduit alarmerend. Hoe is dat ontvangen binnen de Raad van Commissarissen? Wat hebben jullie ermee gedaan? Het is een tijd geweest waarin we bijna wekelijks vergaderen. Inmiddels was Deloitte was dus bezig met een forensisch onderzoek, een uitgebreid forensisch onderzoek. Er lag van de crisismanager een mededeling dat er veel meer nodig zou zijn. Er begon het bedrag van 140 miljoen rond te zingen. Brink is erbij gekomen, de Brinkgroep, met een crisismanager. We hadden gevraagd naar hun beste crisismanager, maar dat ging niet, want die was inmiddels dus op het Rijksmuseum in Amsterdam. Wel een hele goeie, ook een toppersoon. En die confronteerde ons ermee dat er dus echt heel veel risico's waren. Daar stond tegenover dat de Brinkgroep zich ook ontfermd heeft over een nieuw businessplan. En er kwam dus een nieuw businessplan op tafel, wat gebaseerd was op het feit dat het schip dus nog heel veel. Het schip was in feite nog in het businessplan een kwestie van elastiek. Het oorspronkelijke businessplan waar wij ons oorspronkelijk akkoord op hebben gegeven van 24, 25 miljoen. Dat betekende dat maar een heel beperkt gedeelte van het schip een logiesfunctie zou krijgen en de rest van het schip zou dichtgelast worden. Ja. Dat was verreweg de simpelste manier om het asbestprobleem het hoofd te bieden. Daarmee kon er ook een asbestveilig verklaring gegeven worden. Dus gewoon helemaal dichtgelast. Ja.
Maar dat betekende dat het dus op het moment dat je een businessplan gaat opschalen, dat je er meer partijen bij gaat betrekken, dat je dus meer commerciële activiteiten daarin gaat ontwikkelen, dat je dus toch weer toe kan naar een businessplan wat die nieuwe investering dekt. Die vlucht vooruit, wat het geweest is, die heeft toegeleid dat ook van de Brinkgroep een nieuw businessplan op tafel zou komen, waar er een sluitende exploitatie was, ook met die 140 miljoen. Ja. Waarbij dus veel en veel meer asbest vrijgemaakt zou worden. Wat ook van extern werd er dus op gedrukt om dus veel meer asbest vrij te maken. Monumentenkringen werd gezegd dat het toch niet kon zijn dat bijvoorbeeld de stuurhut en de machinekamer, dus het laatste grote stoomschip wat er gebouwd is in de wereld, dat die dichtgelast zou worden. Dus allerlei andere plekken, dat het toch niet zou kunnen dat die dichtgelast werden. Door het ministerie Vrom, die ging over de asbestbijverklaring, werd er ook dus op behoorlijk stevig gedrukt op. Asbest kan er beter uit dan dat je het dichtlast. Op het moment dat er dan een businessplan ook op tafel ligt van de partij, van dus de crisismanager, de organisatie van de crisismanager, waarbij ik overigens tussenpersoon ben geweest om die in te huren. Het bedrijf van mijn collega Hans de Jonge. Ja. Ik heb Hans aangesproken. Hans, we hebben je beste persoon nodig. Op het moment dat er dus dan een businessplan ligt van 140 miljoen, wat een sluitende exploitatie heeft, op basis van meerdere scenario's, en door mij dus ook buitengewoon kritisch dus door is gevraagd, met welke risico's hebben we dan? Dan moet je een besluit nemen. En op dat moment heb ik ook gezegd, ik doe niet meer mee. Ik heb gezegd, het is nu nog het moment om ermee te stoppen. Ik heb er geen vertrouwen meer in. We hebben te veel risico's langs zien komen. Ja. Hier ligt de grens. Ik vind dat die grens toch al fors overschreden is. Toen hebben we dus weer een hele lastige vergadering gehad. En toen heeft de rest van de raad gezegd, het betekent dat jij opstapt. Gezegd, nou, daar wil ik dus nog even over nadenken. En uiteindelijk heb ik gezegd, nee, we gaan deze rit samen in. Ik doe met jullie mee. Ik ga niet mee in jullie voordeel van de twijfel meer. Ik vind dat we nu toe zijn aan het nadeel van de twijfel. Achteraf had ik toen, maar ja, dat is met de kennis van nu, dat ik mijn poot stijf moeten houden. Ja. Maar ja, wat had je daar, ik wil het best deelgenoot maken van datgene wat er dan door je hoofd heen gaat. Wat had je dus daarmee voor elkaar gekregen? Heb je daar je eigen achterste eruit gedraaid? We zaten met een romp. Raad van commissarissen van vijf man eigenlijk maar van vier man eigenlijk maar drie. Het was heel noodzakelijk dat er nieuwe leden van de Raad van Commissarissen bijkwamen. Kan je die dus erbij gaan betrekken met zo'n lijk in de kast? Ja. Het bleef nog steeds zo dat in de hele omgeving ik een van de weinigen was die dus echt kritisch waren. Er bleef maar komen van de kant van het ministerie dat ze het prima vonden. Heel enthousiast waren. Ook in de gemeente toonde zich buitengewoon enthousiast. Dus ik heb gezegd, ja, ik wil aantekening van het feit hebben dat, en ik kan jullie niet overtuigen dat we er moeten stoppen. Ik ben ervan overtuigd dat als we het dus eigenlijk nu verkopen, dat we tenminste nog redelijk uitspringen. Maar ik wil niet meer dit verder voor mijn verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, klaar. Dat waren uw gedachten. Ja. Even in het verlengde daarvan, en dan stop ik ermee, ga ik weer terug naar mevrouw Hartje. Is dat rapport wat jullie hebben aangevraagd. Hè? Jullie hebben gezegd van, nou ja, we willen zo'n forensisch onderzoek. Heeft de Raad van de Commissarissen heeft tegen de Raad van Bestuur gezegd, doe dat. En de Raad van Bestuur heeft het, meneer Kromwijk vanochtend horen zeggen, die heeft Deloitte ingeschakeld. Ja. En dat was ook de huisaccountant. Ja. Wat vindt u daar nou van? Achteraf niet verstandig. Zeker niet verstandig. Er was een praktische reden voor. Deloitte was al aan de gang. Er waren al mensen dus daarmee bezig. Dus die konden dat gelijk doornemen. Er was dus al op een hele korte termijn was er dus een forensisch rapport uitgebracht over de toestand in Wilhelmshaven. Maar achteraf nee. Dat werd me ook duidelijk toen ik toch de nodige kritiek op de rapportage had die er uiteindelijk kwam. Nou, dat begrijpen wij wel. Meneer Thomsen,
We gaan naar mei 2008, want daar neemt de Raad van Commissarissen een besluit, namelijk dat Woonbron, als het gaat om de SS Rotterdam, zich zou moeten beperken tot het volkshuisvestelijk aandeel van 20%. En het overige deel zou moeten worden afgestoten. En Woonbron is, als we verder kijken in het tijdpad, eind 2008 nog steeds 100% investeerder in het project, dus 100% aandeelhouder. Wat is er met het besluit van de Raad van Commissarissen gebeurd? Uiteindelijk, als je het eind van de rit bekijkt, niets. Maar niet aan het eind van de rit. Ik heb het echt over de periode waarin de Raad van Commissarissen dat besluit ook neemt, in mei 2008. En ook zegt, beperk je tot 20%, de rest moet verkocht. En vervolgens, een paar maanden later, blijkt dit nog steeds niet het geval te zijn. Ja. Welke consequenties heeft de Raad van Commissarissen aan haar eigen besluit verbonden? U kunt zich voorstellen dat toen meerdere keren dus over de positie van het bestuur gesproken is. Toen het er naar uitzag, het bestuur heeft overigens ook weer na de nodige schorsingen heeft dus het besluit van de Raad van Commissarissen geaccepteerd. Is ook aan de gang gegaan. Mm-hmm. Het besluit van de Raad van Commissarissen hield in tot de reductie tot maximaal 20%. En de exit optie uitgewerkt, casu quo geëffectueerd. Daar is het bestuur serieus mee aan de gang gegaan. Er is voldoende werk van gemaakt, ja. Zegt u. Okay. En in december 2008, dus in datzelfde jaar, waarin nog steeds dus geen verkoop van het commerciële deel heeft plaatsgevonden, besluit minister Van der Laan om een externe toezichthouder richting Woonbron te sturen. Dat is de heer Swarts, dat weet u ook. En Woonbron, het bestuur van Woonbron, die dient meteen een pro forma bezwaar in tegen dit besluit van de minister. Hoe moet ik dat zien? Is dat een teken van de overtuiging die de Raad van Bestuur had over zijn eigen gelijk? Of moet ik dit anders interpreteren? De eerste reactie van de Raad van Commissarissen was kom nou. Wat bedoelt u met kom nou? Nou, dat doe je toch niet? Geen pro forma besluit? Nee. Dus je was het niet eens met de Raad van Bestuur? Maar de Raad van Bestuur die zei dat ze daarover juridisch advies hadden ingewonnen en dat ze het juridisch advies dus heel dringend was doen. Maar wat zegt dit over de Raad van Bestuur dat ze zo'n pro forma bezwaar aantekenen tegen het feit dat er een externe toezichthouder komt? Ja, je kan niet anders concluderen dat, dat toen... op dat moment waren de hakken al in het zand. En de verhouding met commissarissen was ook al buitengewoon moeilijk geworden. Kunt u dat meer verduidelijken? Ja, kijk, het was toen al volstrekt duidelijk dat we dus op een deficit afgingen. Dat het dus een fiasco aan het worden is. Maar de Raad van Bestuur vindt dat kennelijk niet. Er lag dus nog al veel meer. Er lag dus onder verscherpt toezicht plaatsen door het WSW, het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw. Mm-hmm. Er lag een buitengewoon kritisch rapport van het Centraal Fonds. Allerlei signalen, maar toch wordt er een pro forma bezwaar. De zaak lag ook al buiten. De Raad van Commissarissen trok zich terug op zeg maar, het juridische advies. Mm-hmm. Men had eigenlijk, als je het nu... moeten interpreteren. Men had al aanvaard dat het dus inderdaad een fiasco ging worden. Maar men, wie is men? Alleen de het Raad bestuur. Van Commissarissen. Het bestuur? Ja. Maar waarom tekenen ze dan een pro forma bezwaar aan? Ja, ik denk dat dat sfeer in de sfeer was van redden wat het redden valt. En het is natuurlijk het feit dat men er juridisch advies bij had gehaald, zegt natuurlijk ook al genoeg. Maar redden wat het redden valt, het gaat fout. Vervolgens zo fout dat de minister ingrijpt en een externe toezichthouder er naartoe stuurt. En de Raad van Bestuur zegt, nee, die toezichthouder moet er niet komen. Hoe moet ik dat interpreteren? Zegt de Raad van Bestuur van, dit lossen we zelf op, we hoeven geen externe toezichthouder. Dus een beetje de eer te na. Of moet ik het anders interpreteren? Ik vraag het aan nu, want u zat er bovenop in die tijd. Ik moet dan mijn geheugen afgaan. Het juridische advies luidde, je moet pro forma moet je bezwaar aantekenen, dus niet inhoudelijk. Je moet pro forma bezwaar aantekenen.
Omdat je nu al het mogelijke moet doen in het belang van, dus de, van de instelling, mm-hmm, om je klus af te kunnen maken. Maar, ik probeer u toch te vragen, want u was daarbij, u had contact, u sprak met de heer Kromwijk, met andere bestuurders, de sfeer kunt u schetsen. Had de voorzitter van de Raad van Bestuur en het gehele Raad van Bestuur geen behoefte aan externe steun, noem ik het maar even, en wilden ze het gewoon zelf oplossen? Was het ook een vorm van eer te na, we willen het gewoon zelf? Nee, het was volstrekt duidelijk, op dat moment was het al volstrekt duidelijk dat er een externe toezichthouder zou komen. Ook voor de heer Kromwijk? Ja, ik denk het wel. En de rest van de... Ja. U denkt het wel? Ja. Okay. Dit was puur, en zo is het ook gebeurd, er is een pro forma bezwaar gemaakt. Okay. Vervolgens, want u schetste net al, u gebruikte de woorden nadeel van de twijfel, dus u heeft verschillende stadia's meegemaakt als lid van de Raad van Commissarissen. U had twijfel, voordeel van de twijfel, nadeel van de twijfel. Maar uiteindelijk, april 2009, is de maat echt vol bij u. Ja. U treedt af als commissaris. Uw brief, die heb ik gelezen en daarin verwijst u naar een persverklaring van de heer Kromwijk, waarin hij nog steeds overtuigd is van zijn eigen gelijk van het bestuur en dat hij bij voorbaat meldt dat er geen sprake is van aftreden van het bestuur van Woonbron. Was dat voor u de belangrijkste reden waarom u opgestapt bent? Nee, de belangrijkste reden was dat inmiddels de zaak aan de orde was in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat ik daar bij de strategie en bij de handel van het bestuur betrokken wilde worden. En dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen zei, nee, eerst maar even afwachten wat er gaat gebeuren. Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Dat ik zei van ja, hou eens eventjes. Wij zijn er als Raad van Commissarissen om er nu bovenop te zitten. Dus ik wens een vergadering van de Raad van Commissarissen nu direct. En als de voorzitter dat niet doet, dan trek ik mijn consequenties en stap ik op. Er waren meer redenen, die heb ik ook in die brief gezet. Mm-hmm. Maar dat was voor mij dus datgene waar ik zeg van nou, dit nu is het echt gebeurd. Maar heel even of ik u goed begrijp. Het feit dat er geen aanleiding was vanuit de Raad van Bestuur om actie te nemen, maar een afwachtende houding van we zien wel waar de Kamer mee komt. Dat was voor u de reden. En dat is de voorzitter van de Raad van Commissarissen niet bereid was om de Raad bij elkaar te roepen. Ja, dat is een van de redenen. En de andere reden die ik net aanhaalde uit uw brief staat ook nog, begrijp ik. Het feit dat het bestuur geen zelfinzicht toont, het eigen gelijk blijft verdedigen. Ja. Waren er nog andere redenen waarom u opstapte? Ik had er dus schoon genoeg van, moet ik ook zeggen. Ik was bereid geweest om veel en veel te lang achteraf medeverantwoordelijkheid te nemen. Maar op het moment dat je dan op zo'n moment die medeverantwoordelijkheid ook wel daadwerkelijk wil doen. En iedereen vindt dat er dus nu maar eventjes afgewacht moet worden. Ja, daar kon ik niet mee leven. Vervolgens na uw... En ik kon het ook niet meer aan mijn omgeving uitleggen hoor. Nee. Na uw vertrek komt die Kamermotie en vertrekt ook de rest van de Raad van Commissarissen. Wat vond u ervan dat de Raad van Commissarissen vertrok en de heer Kromwijk als bestuurder bleef zitten? Ja, dat was natuurlijk tamelijk gratuit wat ik ervan vond. Het was de omgekeerde wereld. Zo hoort het in een bedrijf niet te gaan. Hoe hoort het dan wel te gaan? Nou, dat is verantwoord. De Raad van Commissarissen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is de Raad van Commissarissen die bepaalt of een bestuurder vertrekt, ja of nee. En niet is het bestuur. En zeker niet in een situatie dat het bestuur blijft zitten. En als ik u vraag, waarom is dat niet gebeurd? Dat weet ik niet. Ik was er niet meer bij betrokken. Nee, maar ik bedoel daarvoor niet. De periode waarin u wel als Raad van Commissarissen erbij was. Waarom heeft de Raad van Commissarissen niet besloten? Eerder al, toen het fout ging met het project, want er waren verschillende momenten. Ja. Waarom is dat niet besloten zoals het hoort? Dat is een hele wezenlijke vraag die in het geheel een rol speelt. Maar kunt u argumenten... Dit soort processen zijn niet alleen maar een kwestie van hele rationele afwegingen. Een raad van bestuur of een raad van commissarissen kan niet werken zonder een bepaalde vertrouwensrelatie met het bestuur en ook onderling. En je moet een hele goede balans vinden tussen een minimale vertrouwensbasis en de nodige scherpte.
Dat zijn inschattingen die je met elkaar moet doen. En dan gaat er een proces lopen, wat ik dus ook achteraf, want ik heb het nu meegemaakt. Ja. En ik moet tot mijn schade moet ik dus ook erkennen dat ik daar ook in mee ben gegaan. Dus dat betekent dat je een stukje harde rationaliteit, dat je die gaat missen. Het is voor mij bijna het ultieme bewijs dat een raad van commissarissen bij een maatschappelijke onderneming, dat wil zeggen een onderneming zonder aandeelhouders, zonder dus een direct gremium waar je dus permanent verantwoordelijkheid voor af moet dragen, dus het niet redt. Ik ben er ook in meegezogen. Ik wil u wel één argument daarbij geven, dat in mijn archief ik toch weer boven water haalde. Dan hebben we het nog niet zo gek lang daarvoor. Op 6 juni 2008 beantwoordt minister Vogelaar van Vrom schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Jansen en Popper. En in dat stadium staat daar nog steeds bij het derde antwoord dat Woonbron niet afgeweken is van het BBSH. Ik geef het dus eventjes om aan te geven dat de context waarin je werk doet, dus ook in dat opzicht, dus volstrekt onduidelijk was. Ik had een aantal jaren daarvoor, had ik geconstateerd, het is vlak in strijd met het BBSH. En een antwoord op de schriftelijke vragen in het stadium waarin de minister ook wel donders goed wist dat er dus dingen niet goed aan het lopen waren, werd er dus gewoon nog keihard gezegd, het is wel in overeenstemming met het BBSH. Terwijl Woonbron nog steeds 100% eigenaar is. Ja, ik bedoel, dat zijn de dingen die je dus ook mee laat wegen, die er meekomen, die je als mens daar ook in meedraagt. En dat soort dingen hebben mij, ik had af en toe dus een neiging om mijn schouders op te halen en denk, ja jongens, waar gaat dit over? Helder, maar ik wil nog wel even terug naar het punt dat u maakte, hè, van vertrouwen die er moet zijn tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur. Ik denk dat dat heel gezond is, maar als ik kijk naar, ook, want ik probeer even uw woorden te plaatsen of ik ze ook goed begrepen heb, dus corrigeer me als dat niet zo is. Was er sprake van te veel vertrouwen richting de heer Kromwijk en welke rol speelde de heer Kromwijk daarin dan? Want ik hoor in uw verhaal dat u zoiets heeft van, ja, het is ook daar fout gegaan. Nee, er was zeg maar al vanaf het moment waarop wij opdracht gaven voor dat eerste snelle onderzoek van Deloitte, was het niet meer een kwestie van alleen maar vertrouwen. Toen stond de Raad van Commissarissen al op scherp. En het alleen maar vertrouwen was dus niet aan de orde. Maar als we kijken naar wat er feitelijk gebeurde, is dat u de Raad van Commissarissen zich steeds liet overtuigen door de heer Kromwijk. Ja, maar dat deed hij ook met argumenten. Het was niet alleen maar dus een verhaal. Er lagen dus ook telkens, als ik de stukken naga, dan heb ik daar ook wel bewondering voor. Er lagen telkens dus antwoorden op de vragen die dus gesteld werden. Dat deed de heer Kromwijk. Er lagen ook van wat van extern kwam. Er kwamen, ja, die waren van de heer Kromwijk. En die waren toch voor een belangrijk gedeelte adequaat. Hij wist dus elke keer, ja, het had het karakter van een sprong naar voren. Zoals ook dus het businessplan opgeschaald werd. Maar er lag elke keer weer een standpunt van de Raad van Bestuur, waar je echt heel goede argumenten voor moest hebben om te zeggen, ja, dat klopt niet. En het enige argument wat je dus dat kon zeggen van, ja, vertrouw dan niet meer. En daar lagen dus de meningen binnen de Raad van Commissarissen verdeeld. Ja. Collega Oskam. Ja, u maakt dus juist een opmerking over de Raad van Commissarissen die het zonder aandeelhouder niet zou redden. Is dat nou specifiek de woonbonzaak of geldt het eigenlijk voor alle corporaties? Twee antwoorden. De eerste vanuit mijn eigen beleven. Maar dat is natuurlijk niet representatief. Ik heb u gezegd, dit was voor mij toch een eye-opener van zo werkt het dus. Bedrijfspsychologen hebben daar dikke boeken over geschreven en ook mij is het dus overkomen. Er is een promotieonderzoek gedaan. Ik heb u daar eerder al wat materiaal over gegeven. Waar het op basis van Amerikaans onderzoek en eigen onderzoek ook blijkt. Dat dus deze vorm van interne controle dus
zijn veilen vertoont, laat ik het zo eventjes zeggen. Ja. U zei ook, toen ik u vroeg naar het groene licht van het ministerie over die toestemming bij die nevenactiviteiten, dat, en u had het met uw studenten besproken, dat er eigenlijk geen pijl op te trekken was. Dat roept bij ons een beetje de associatie op van willekeur. Later in het gesprek zei u over de context van het BBSH dat die onduidelijk was. Dus je zou kunnen zeggen, ja, zijn die criteria dan heel vaag? En een ander aspect wat misschien een rol zou kunnen spelen, en daar wil ik graag eigenlijk even uw visie op hebben, is, helpt het nou dat je goede contacten in Den Haag hebt? Dat laatste helpt zeker. Ja. En wat het eerste betreft, het BBSH artikel 11 in relatie tot deze kwestie, dat zijn twee zaken. Dat is ten eerste wat volkshuisvestingtaken zijn. En dan is het laatste lid is een soort toevoeging waardoor er heel veel mogelijk is. Ja. Maar er staat ook heel duidelijk dat je, zeg maar, tot, je moet beperken tot die volkshuisvestingstaken. Ja, en sorry, puur commerciële activiteiten, waar dus het, zelfs in het als woonbron 40% had gehad, dus 60% is puur commercieel waren, die kan je dus gewoon niet rekenen tot de taken van een woningcorporatie. Ja. Dus zelfs in dat geval zou 60%, zou de woonbron voor 60% dus in strijd met het BBSH werken. Ja. Maar dat is de commerciële kant van de zaak. Wij kijken bijvoorbeeld ook naar de kwestie rentree in Deventer. Van die weg die aangelegd wordt. We kijken ook naar de casus Servatius, waar een campus, schoolcampus wordt gebouwd. Misschien niet helemaal commercieel, maar kijkt u daar dan tegenaan? Ja, dat heeft allemaal met hetzelfde te maken. De interpretatie van wat nou precies de taak van een woningcorporatie is. En er zijn sprekers voor mij geweest die dus ook al aangegeven hebben dat is die... dat veel en veel te veel interpretatieruimte geeft. En dat zelfs met die ruime interpretatieruimte, de interpretatie van de verantwoordelijke minister dus veel te ruim is geweest. En ja. Iedereen zag dat de sector eigenlijk het een beetje accepteerde als, jongens, het hek van de dam is, we kan heel veel. Ja. En dat zat in de tijd ook? Dat zat volop in de tijdsgeest. Ja. We hebben heel wat pijnpunten besproken met u. Er is ook een andere kant van de medaille, namelijk dat Woonbron bekend stond als een innovatieve en maatschappelijke woningcorporatie, creatief. Voorbeeldfunctie heeft het ministerie ook wel gezegd. En het beeld van de commissie is dat de heer Kromwijk eigenlijk in belangrijke mate het boegbeeld was, het gezicht van Woonbron. En dat hij ook over een goed politiek netwerk beschikte. Nou, dat heeft hij vanochtend ook wel bevestigd. En ook op maatschappelijk draagvlak kon rekenen. Kijkt u er ook zo tegenaan? Jazeker. Sterker nog, bestuurders van woningcorporaties blinken niet uit in het schrijven van stukken. Kromwijk had zijn opvattingen, de opvattingen van het bestuur van Woonbron, over hoe een woningcorporatie dus in de samenleving zou moeten staan en wat de taken waren, had hij ook dus meerdere keren, dus in hele begrijpelijke en hecht doortimmende geschriften had hij dus verspreid. En daar was veel waardering voor in de sector. Ja. Is het dan moeilijk om zo iemand tegengas te geven? Want ja, krijgt overal die pluimen. En ik kan me voorstellen dat voor zo'n raad van commissarissen dan het lastig is om eens even als criticaster te fungeren. Wat mij persoonlijk betreft, nee. En de andere? Ik vond het absoluut niet moeilijk. Maar dat is dus, ik heb af en toe wel eens... Nee, maar uw houding is wel duidelijk, maar de rest van de raad van commissarissen? Vonden die het lastig? Ja, eigenlijk zou ieder dat voor zichzelf moeten zeggen. Maar ik heb... Eigenlijk heb ik dat ook niet kunnen constateren. Nee, het is ook niet rechtstreeks op tafel gekomen. Is niet expliciet aan de orde gekomen. Het waren dus toch vooral dus de bestuurlijke en de inhoudelijke kwaliteiten van de heer Kromwijk. Ja. Die dus heel sterk waren. Ja. Wordt wel gezegd dat hij heel enthousiasmerend was, dat hij mensen meenam, maar absoluut. Dat hij ook wel heel dwingend kon zijn. Dat als hij zijn zin niet kreeg, dat het dan wel lastig werd. Ja, maar ik heb hem nooit kwaad gezien. Nooit kwaad, hij blijft altijd rustig. Nou, dat was vanochtend ook zo.
Even, want ik had ik u beloofd. U heeft natuurlijk met name verklaard als lid van de Raad van Commissarissen. Maar u bent natuurlijk ook kenner van de sector. En daar willen wij natuurlijk graag gebruik van maken. Want we gaan verder terug hè, naar 1993. Naar het corporatiestelsel vanaf de brutering. En het onderzoek naar die incidenten zoals Woonbron, dat is natuurlijk maar een klein onderdeel daarvan. Toch nog even, welke lessen zijn er uit het project van die SS Rotterdam te trekken voor de corporatiesector? Dan mag u best de bril of de pet van de hoogleraar opzetten. U hoeft geen college te geven. Nee, dat zal ik ook zeker niet doen. Nee. De eerste is gewoon heel dicht bij huis. De huidige vorm van toezicht deugt niet. De vraag wat je dan wel moet doen, weet ik nog niet. Ik heb ook de heer Van der Schaar gehoord gisteren. Ik denk niet dat alleen maar een verscherpt overheidstoezicht de oplossing is. Nee. Ik denk dat het twee oplossingsrichtingen zijn, al of niet ook in combinatie met elkaar. Een onafhankelijk instituut, waar een raad van commissarissen dus die met een probleem zit, die twijfelt ook op terug zou kunnen vallen, als dat instituut er geweest was. Ik had er gebruik van gemaakt. Ja. En ik denk dat eigenlijk moet je toch gewoon zorgen voor aandeelhouders. De toekomst van die sector moet echt aan de orde zijn. En dat bedoel ik niet alleen maar financieel, dat bedoel ik niet alleen maar wat overheidstoezicht betreft, dat bedoel ik dus echt ten principale. In deze tijd is dan de oplossing voor het bieden van huisvesting voor mensen die dat moeilijk uit zichzelf kunnen. Gewoon maar de vorm van huur zoals die dus dik een eeuw, langer dan een eeuw bestaat, anderhalve eeuw. In deze tijd van, die we dus een participatiesamenleving noemen, moet je dan niet gewoon veel meer zorgen dat dus die huurders daarin zelf participeren. Moet je niet naar vormen van coöperatief beheer toe gaan? Moet je in ieder geval dus die belanghebbenden, samen met anderen, want er zijn natuurlijk ook andere belanghebbenden bij de sociale sector, moet je die niet gewoon veel meer in de vorm van een aandeelhouderschap zetten? Zorg dat er dus tussen het vlakke eigendom, wat voor veel huurders niet beschikbaar is of wat ze niet willen, en tussen dus zeg maar die huurvorm waarin 150 jaar dus vrijwel niks aan geïnnoveerd is, zorgt dat er dus adequate vormen komen van huisvesting die niet alleen maar gericht zijn op het platte beschikbaar stellen van het dak boven je hoofd, maar dus ook een emancipatorische werking hebben. Dat is ooit de achtergrond van de sociale huursector geweest en dat moet terug. Want u gebruikt de term aandeelhouder. De discussie is natuurlijk een beetje van wie het geld van de corporaties is. Er zijn wel mensen die zeggen het is het geld van de huurders. En dan zitten ze met hun geld erin, zou je kunnen zeggen. Dan zijn ze aandeelhouder. In het verleden hadden we natuurlijk de verenigingsstructuur. Waarbij de leden het ook voor het zeggen hadden. Of voor een deel voor het zeggen hadden. Bedoelt u dat? Onder andere. Ik ben in het verleden bijna 10 jaar voorzitter van een woningcoöperatie geweest. Een woningbouwvereniging. Waar zelfs de jaarlijkse huurverhoging, waar het hele onderhoudsplan, waar alle basisstukken dus gewoon in een ledenvergadering besproken werden en voorbereid werden met bewonerscommissies. Ja. En wij moesten ze af en toe tegenhouden. Ze waren dus als mede verantwoordelijk voor het bestuur, waren ze af en toe dus strenger in de leer dan het bestuur van een woningcorporatie. Dus het kan best. U noemde het extern toezicht. U noemde ook zeg maar de rol van de huurders. Het intern toezicht is natuurlijk gisteren ook aan de orde gekomen en bij Van der Schaar en bij Tommel. En die pleiten eigenlijk voor een versterking van het intern toezicht. En hoe ziet u dat? Want u bent natuurlijk zelf ook intern toezichthouder geweest. Ja, ik geloof daar dus onvoldoende in. Naast de Raad van Commissarissen, de Raad van Toezicht, een aandeelhouder te zitten die scherp de Raad van Toezicht in de gaten houdt en waar de Raad van Toezicht dus periodiek verantwoording bij moet afleggen, krijg je dus wel een veel grotere scherpte. Ja. Haal je de vrijblijvendheid eruit. Maar ik zelf kies uiteindelijk, als het mij met het pistool op de borst gevraagd werd, kies ik voor directe medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid van de bewoners. Is dat het drielagenmodel? Of
Ja, ik weet niet of ik dat in de discussie, die dus alweer van een tijd geleden is, het drielagen model. Dat betekent dus dat er drie verantwoordelijkheidslagen zijn. Ja. En daar hadden de banken dus hele grote bezwaren tegen. Omdat het voor hen dus niet voldoende inzichtelijk zou zijn. Ja. Ik denk dat je dat goed in een tweelagen model kan doen. Op het moment dat dus bij het coöperatief bezit, zijn dan de verhoudingen dus ook volstrekt helder afgedekt. Goed. Mijn laatste vraag is eigenlijk of u nog zaken vanuit uw expertise als hoogleraar aan ons wil meegeven, behalve dan over het toezicht. De kwestie van het stoomschip de Rotterdam geeft ook aan dat de risico's bij woningcorporaties vooral in de ontwikkelingspoot zitten. In de exploitatiepoot, dat is gisteren ook aan de orde geweest, zijn dus de risico's heel bescheiden, tenzij je dus in een krimpgebied zit. Ik denk dat het beslist noodzakelijk is dat dus de ontwikkeling en de exploitatie los van elkaar gemaakt worden. Dat kan juridisch gebeuren, dat kan door het in verschillende ondernemingen, rechtspersonen te stoppen. Maar dus de echte grote risico's, dat heeft in al die kwesties, behalve dan bij Vestia, maar in het overgrote gedeelte in de andere kwestie zit het in dus de ontwikkelingspoot. Dat moet je ervan losmaken. Je moet voorkomen dat dat dus nog ooit meer een keertje dit kan gebeuren, waar ik dus jammer genoeg dus ook niet heb weten te tegen te houden. Dat is een heel groot, een onvoorstelbaar groot bedrag dus in lucht is verdwenen. En dat valt natuurlijk de huurders niet uit te leggen. Dat kan ik ook niet. Nee. Maar als ik even kijk naar Woonbron, daar is een dochteronderneming opgericht. Dat zou ook met die andere partners gedaan worden, maar uiteindelijk niet gelukt. Maar uiteindelijk zijn de huurders van Woonbron toch de sigaar. Ja. Ja. En dat spijt me buitengewoon. Dan geef ik nog even het woord aan collega Bashir. Meneer Thompson, ik wil nog even met u terug naar het stoomschip. Want er hebben heel veel actoren net de revue gepasseerd. En als u aan ons zou moeten vertellen wie nou eigenlijk echt verantwoordelijk is voor hoe het gelopen is met het stoomschip. Wie wilt u dan aanwijzen? Als hoofdverantwoordelijke. Als hoofdverantwoordelijke. Als u mij met het pistool op de borst dus vraagt om dan één naam te noemen, dan ontkom ik er niet aan om toch de naam van de heer Kromwijk te noemen. Maar dat zou hem onvoldoende recht doen, want als je het goed bekijkt is het dus toch een baaierd van schuldigen. Maar hij was degene die dus ook in formele zin de belangrijkste verantwoordelijkheid droeg. Meneer Thompson, u bent naar aanleiding van het stoomschip afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Woonbron. Heeft dit nog voor uzelf consequenties gehad daarna? Hoe wordt bijvoorbeeld naar u gekeken binnen de sector? Dat vind ik een moeilijke vraag. Het heeft voor mij in zoverre consequenties gehad dat ik besloten heb om, want ik heb daarna meerdere verzoeken gekregen om te solliciteren als lid van een raad van commissarissen. Ik heb gezegd, nee, dat doe ik niet meer. Ik ben ook gestopt met visitaties die ik bij woningcoöperaties deed. En ik ben met mijzelf te raden gegaan hoe ik dus verder met mijn haat-liefde verhouding met deze sociale huursector om zou moeten gaan. Dus ik kan u zeggen dat het voor mij behoorlijke consequenties gehad heeft. En hoe dat in mijn omgeving voor consequenties gehad heeft. Ik heb een heleboel e-mailtjes gekregen in de afgelopen dagen. Een hele erg ondersteunende e-mailtjes. Maar dat maakt op zichzelf voor mij niet uit. Ik doe datgene waar ik verantwoordelijk voor ben en dat doe ik zonder last en ruggespraak. Het is leuk als je daar steun bij krijgt. Maar daar het bureau. Goed, meneer Thompson, wij zijn bij het einde van dit openbaar verhoor. Het is wel zo dat ik als voorzitter nog een uitsmijter heb, maar die heb ik nu niet. Wat ik wel nog even wil zeggen is ook voor de andere aanwezigen dat wij schorsen tot 17:15. Dan komt meneer Zwarts, de volgende getuige. In de tussentijd zullen wij ook schriftelijk stemmen als parlementariër aan de overkant.
U ziet, wij doen ook onze plicht. Meneer Thomsen, dank. Ik sluit deze vergadering.